Sinds april 2022 heeft Rotterdam 37 wijkraden en 2 dorpsraden, maar daar kom ik later op terug. Een wijkraad bestaat uit wijkbewoners die zijn gekozen door de wijkbewoners. De wijkraad. Zij zijn de oren en ogen van de wijk. De wijkraadsleden werken niet voor de gemeente. Zij vertegenwoordigen juist de inwoners van de wijk en geven stem aan wat belangrijk is. Ze bepalen zelf hoe ze dat doen. En zij kijken samen met de wijk wat ze belangrijk vinden voor de buurt. Bijvoorbeeld meer groen, veilig verkeer of meer plek om te spelen. Dit doen ze elke maand in een openbare vergadering waar iedereen bij mag zijn. Jij dus ook. Je kan dan meepraten over de onderwerpen die op de agenda staan of een eigen onderwerp inbrengen. Elke bewoner kan ook een buurtidee indienen en daar geld voor vragen. Voor een buurtfestival bijvoorbeeld. De wijkraad mag dan beslissen of ze dit goedkeuren. Maar er zijn ook plannen waar de gemeenteraad over moet beslissen. Zoals een wijkvisie voor 4 jaar en een jaar actieplan met ideeën voor het komende jaar. Als het plan wordt goedgekeurd, moet dit ook worden uitgevoerd. De wijkraad controleert of dat ook echt gebeurt. De wijkraad kan ook adviezen geven aan de gemeente, ook als daar niet om gevraagd wordt. De gemeente is verplicht die adviezen te bekijken en erop te reageren. Wil je meer weten over de wijkraad of wil je weten wie er in jouw wijkraad zit? Kijk dan op rotterdam.nl/wijkraden. Oh ja, Hoek van Holland en Rozenburg hebben trouwens geen wijkraad, maar een dorpsraad. Dat is eigenlijk hetzelfde als een wijkraad, maar dan heet het gewoon net wat anders. Maar die vind je dus ook hier.